gegeven allerlei affaires die er geweest zijn, van Dubai tot de beloningen, denk ik dat het heel verstandig is als het interne toezicht, de governance, door de Raad van Commissarissen bij ABN AMRO verstrekt wordt. En ik denk dat dat hard nodig is. Nee, er zijn een aantal problemen geweest, een aantal affaires, onder andere over de beloningen. Dat was, zei men, afgesproken door de Raad van Commissarissen met de minister. Daar kun je niet de bestuurders op aanspreken, dat vond ik fout. Bestuurders beslissen niet over hun eigen beloning, dat zijn de commissarissen die daarover beslissen. Maar er zijn ook andere affaires geweest, onder andere in Dubai, die aangeven dat het interne toezicht niet goed op orde is. En het interne toezicht is het disciplinair mechanisme, is de verdedigingslijn, interne verdedigingslijn van een bank. Want de tweede verdedigingslijn, dat is het externe toezicht door de ECB in nauwe samenwerking natuurlijk met de Nederlandse bank. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat het interne toezicht, de governance, het disciplinerend mechanisme is voor een bank. Dat zijn niet de aandeelhouders, want de aandeelhouders die hebben nauwelijks invloed of willen geen invloed hebben. Het is de Raad van Commissarissen die het interne toezicht goed moet uitoefenen. Dat is een van de lessen geweest van de commissie Maas. In 2008-2009 heeft de commissie Maas het rapport uitgebracht wat de basis is voor de code banken. En twee hele belangrijke conclusies zijn daar getrokken. Versterk het interne toezicht, de governance, door middel van de Raad van Commissarissen. En zorg voor een verbetering van het risicomanagement van de bank. Dat zijn de belangrijke lessen. En de rest, dat de klant centraal staat, dat volgt er eigenlijk uit. Maar dat betekent, zijn de lessen geleerd door de ABN AMRO? Onvoldoende. Want de vorige minister van Financiën, Jan Kees de Jager, die heeft de eerste Raad van Commissarissen eigenlijk benoemd. En dan zou je zeggen, dat is een unieke kans geweest om inderdaad deskundigheid, onafhankelijkheid, genoeg tijd hebbende, et cetera, alle karakteristieken waaraan commissarissen moeten voldoen, om die vorm te geven. En dat is helaas onvoldoende gebeurd. Het tweede eikpunt is in 2013 de commissie Wijfels geweest. Hoe kijkt u daar tegenaan? De commissie Wijfels was verantwoordelijk voor advisering aan het kabinet en de minister van Financiën over de structuur van het Nederlands bankwezen, heeft een aantal belangrijke aanbevelingen gedaan over loan-to-value ratio, maar ook andere zaken, en onder andere over het leverage ratio. Leverage ratio, heeft de commissie Wijfels geoordeeld, moet tenminste 3% zijn. Kan verhoogd worden, jawel, kan verhoogd worden bijvoorbeeld naar 4%, zoals bijvoorbeeld minister Dijsselbloem wil, maar dan is het verstandig om dat in Europees en internationaal verband te doen, bijvoorbeeld in het kader van Basel III. Leverage ratio van ABN AMRO was vorig jaar 3,5%. Schijnt iets gedaald te zijn tot 3,1%. Ik zou me daar niet zulke zorgen over maken. Ik denk, gegeven zeg maar, de bank die ABN AMRO tegenwoordig is, en dat is een consumentenbank, een retailbank, dus een bank met een laag risico appetite, om maar zo te zeggen, zou ik zeggen van 3,5% lijkt mij op dit moment voldoende. Alleen ik denk dat het wel verstandig is om het leverage ratio in de toekomst te verhogen. Maar dan meer in Europese en internationale context. Want het behouden van het level playing field is uitermate belangrijk.